De eerste straffen zijn uitgedeeld. 7 verdachten van hun betrokkenheid bij de Goffertrellen stonden dinsdag in Zutphen voor de rechter. Het ging om snelrechtspraak en in de meeste gevallen deed de rechter dan ook onmiddellijk uitspraak. De zwaarste straf was voor een 30-jarige Nijmegenaar. Hij moet een half jaar de cel in. Opvallend was dat hij eerder ook al een stadionverbod had. De Gelderse Derby was zijn eerste wedstrijd na dat verbod. Anderen kregen lagere celstraffen, taakstraffen of boetes. 2 verdachten werden vanwege gebrek aan bewijs vrijgesproken.